superleuks, maar wat gaan jullie vertellen? Natuurlijk wel. We gaan vandaag de... Oh ja, we gaan vandaag de TikTok challenge doen. En ik ben mijn hele zonne gast namelijk Kelly. Kikker de kwak. En hoe het werkt. We hebben vragen. We hebben 10 vragen. Nog niet laten zien. Oh, mag wel. We hebben 10 vragen. Ja, en dan moeten we raden hoe goed we elkaar kennen. Ja. Eentje zit hier en die doet de vragen en de ander zit erachter. Met de muziek in de oor. Ja. Oké. Okay. Mijn favoriete vak op school is BVO, dus dat is tekenen en zo, en kunst. En die van haar, denk ik, koken. Oké, mijn favoriete vak van school is dier. En haar favoriete... IJs! En haar favoriete vak van school is ook dier. Oké, mijn favo eten is sushi en spaghetti. En haar favo eten is McDonald's. Oké, haar favoriete eten is patat of pizza of zo. Of van Oostenrijk. En mijn favoriete eten is McDonald's en pizza. Mijn favoriete make-up product is mascara en lipgloss. En die van haar is mascara en concealer. Oké, mijn favoriete make-up product zijn mascara en concealer. En die van haar zijn mascara en lipgloss. Oké, volgende vraag. Favoriete muziek. Haar favoriete muziek is zoals je ziet twerken. En ik denk Nederlandse muziek. En mijn favoriete muziek is hardcore. En ja, ik weet niet. Ik denk ook Nederlandstalige muziek. En emotioneel. Oké, mijn favoriete muziek is gevoelige liedjes en hardcore. En die van haar is traag muziek, dus trunk muziek. En hardcore en ook gevoelige liedjes. Traag, okay. Traag, oh yeah! Oké. We gaan door. Oké, mijn favoriete snoep is chocola en zuurige snoep. En die van haar, volgens mij zoetige dingen en soms chocola als ze ongesteld is. Dus zo chagrijnig. Nou, dan maak ik jullie boos. Kan me met praten, maar kan moeilijk praten. Oké, mijn favoriete snoep is chocola en zure matten. En haar favoriete snoep is vooral chocola. Als ze ongesteld is, want dan moet ze echt hebben, anders wordt ze echt heel boos. Gaat ze goed? En ja, en ik denk ook wel zoete snoepjes. Kelly, ben je lekker aan het stofzuigen? Oké, nou, mijn favoriete kledingmerk is denk ik wel Adidas en Nike. En haar favoriete kledingmerk is denk ik ook Adidas en Nike. En al slapen. Oké, mijn favoriete kledingmerk is is Nike en dingen van Shine. En die van haar, Nike en dingen van Shine. Mijn favoriete kledingstuk zijn... Ik had hier een stukje van mij. Mijn favoriete kledingstuk zijn topjes en ja, gewoon topjes. En die van haar eigenlijk gewoon precies hetzelfde, denk ik. Ook topjes. Oké. Haar favoriete kledingstuk is denk ik een topje of een broek. En mijn favoriete kledingstuk is ook een topje. Oké, nu de twee favoriete apps op je telefoon. Mijn twee favoriete apps is TikTok en Snapchat. En die van haar is ook TikTok en Snapchat. Oké. Favoriete apps op mijn telefoon, die van haar zijn TikTok en Snapchat. En die van mij zijn ook TikTok en Snapchat. En mijn favoriete hobby's zijn kunst en naar buiten. En dan gewoon trucjes doen, vind ik leuk. En die van haar is naar buiten en hockeyen. Ik wil dat je
Okay, favoriete hobby's. Haar favoriete hobby's zijn, ik denk, tekenen en schoonmaken en zingen. En mijn favoriete hobby's zijn, ik denk, voetbal en hockey. Oké, en favoriete haarstijls. Mijn favoriete haarstijl. Oké, jij let trouwens niet vandaag mijn haar. Mijn favoriete haarstijls zijn slickback en los haar. En die van haar zijn slickback met los haar. Oké, mijn favoriete haarstijl is... Oké, wat ik nu in heb, dus dat is los haar en dan hier slickback. Het staat niet aan. Oh, oké, dag. Opnieuw. Wat voor liedje wil je nou? Baby Shark. Baby Shark. Oké, mijn favoriete hairstyle is los en dan met zo'n slickback hier. En ook los met krullen of stijl. En die van haar is los of een slickback. Dit luistert ze! A few moments later. Nou, we zijn nu buiten met muziek. Ik wil de hele hond uit roos voor je halen, maar nee. Nou, dit bord, die is wel mooi, hè? Zullen we zo paal meenemen? Oh ja. Kijken wat erop staat. Lopen daarin. Nou, die nemen we mee voor thuis. Oké, we lopen daarheen. Probeer hem eens mee te nemen. Probeer die. Nee, die bus. Welke ding? Achter je, die stopt. Pak dit gele ding eruit. Pak dit gele ding eraf. Neem hem mee naar huis. Waar moeten we nou heen? De weg is weg. Dit is. Dat staat op film. Oh, dat bord. Nee, waar moeten we nou heen? Ik ken die zin. Kijk wat een mooie fiets we vinden. Doet hij het? Oh, hij doet het. Ga fietsen. Dit is gewoon een renderfiets. Dancing in the dark. Hé, hey, daar komt iemand. Kijk, ik hoor iemand, ik zweer jou. Oké, we gaan nu hierop proberen. Ja, via hier. Jeeuw, maar kijk dat. Oh ja, allemaal beesten. Nee, dat gaat er niet worden. Hé, daar is nog zo'n bord. Nou, ik moest filmen van Kaylee, dus we gaan even kijken wat ze gaat uitspoken. Wat ga je uitspoken? Kijken of die er nog staat. Wie? Zie je weer leuke jongens? Nou, dat dacht ik al. Dat mag niet, hè? Oude. Ja, kijk, wij zaten net heel hard en lelijk te zingen. En toen ineens stonden daar allemaal mensen voor dat raam naar ons te kijken. Mag maar niet eens snap? Nou, Kaylee, eeuw! Doe normaal! Zij wil je snap! Nee, Kaylee! Oké, er zijn hardlopers achter ons en wij gaan even met ze meerennen. Ik doe alsof er niks aan toe zijn. Lekker zingen. Rinne, Kaylee! Hey, even supporten zijn wij. Woe! Nou, dat was het einde van deze video. Ik vond het echt superleuk. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook superleuk. En nu wil ik lekker genieten van mijn komkommertje. Ja. Nou, dat was het einde van deze video. Geef een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. Als er meer moet je bellen klikken. Als bellen klikken moet je op... Abs klikken. Ja. Later.